Nu liet je afgelopen zaterdag Cabral weer eens spelen. Wat vond je van zijn prestatie? Nou, in ieder geval uh, was het een wedstrijd. Uh, waardoor je toch heel veel op hun helft. Ja, en dan, heb je, dan heb je spelers nodig die uh, met een actie dat open kunnen breken. Het uh, begon, begon moeizaam, maar daarna had hij, had hij wel een aantal momenten. Uh, dat hij zijn kwaliteit liet zien. Nu is er wat gedoe rondom zijn contract, B bemoei jij je daar nog mee richting de speler zelf? Geef je hem nog bepaalde adviezen wat hij wel en niet moet doen? Nou, dat liep natuurlijk al een tijdje. En, en, en ik was natuurlijk op de hoogte dat op een gegeven moment hun van hun kant moesten aangeven ja of nee. En, en zij willen wachten. Ik heb wel met Jesson gesproken wat dat uh, betekent, ook betekent dat hij dat ook, dat hele beeld, dat hij dat voor zich ziet. Hè? Ik respecteer iedereen zijn mening, maar. Als jij je, je laatste jaar van je contract ingaat, dan, uh, zeker in deze tijd, dan, uh, dan zijn er ook clubs. En, en, en zo zie ik het ook zelf: die dan zeggen: ja, uh, we laten niemand uit hun contract laten lopen. En dan kun je zeggen: dat uh, doen we met El Mahdi wel, maar Cabral is geen El Mahdi, uh, uh, ook niet qua leeftijd. Dus dat ligt moeilijk. En, en, en ik heb hem ook verteld dat, die, uh, dat ik niet kijk naar uh, contracten uh, wat afloopt. Of uh, als hij presteert en hij is beter dan iemand anders, dan speelt hij al loopt gratis de deur uit. Maar uh, ligt dat gelijk, kies ik wel voor de toekomst van de club. Ja, bedoel je dat met het beeld dat je met voorgeschoteld hebt? Van als iemand nou ja, dat heb ik hem in ieder geval verteld. Dat hij breed uit. Niet, niet zijn eigen verhaal en niet zijn eigen gedachten, maar ook de gedachten vanuit de club en vanuit hun trainer. Uh, dat ziet en dan moet hij doen wat hij daarmee wil doen.